goed jullie te zien allemaal, kerk. En Chelsea, die deed het voor het eerst. Als MC. Waar zit je, Chelsea? Waar is Chelsea? Ergens. En ze deed hartstikke goed. En we willen haar even bemoedigen. Kom eens even, Chelsea. Wie is Chelsea ook alweer? Oh, hij is het vergeten. Nou, nee. Nee. Voor degene die het niet weten. Voor degene die het niet weten. Zit mijn groep dicht? Ja? Ja, nou ja. Ik ben Chelsea. 24 jaar, moeder van 2 kids. Getrouwd met uw zoon. Ja, vind je dat wat? Ja. Ja, bevalt dat nog steeds? Ja. Goed dat. En wat doe je in het dagelijks leven? Ja, ik werk bij het leger des Heils. Ja. Ja. Wat doe je daar? Ik ben verantwoordelijk voor een groep pedagogisch werkers. Mm-hmm. En als je nou... ben je altijd met God geweest? Altijd hem gekend, van jongs af aan? Of was er een moment dat je dacht, wauw, nu is het echt? Ik ben wel heel mijn leven ben ik naar de kerk geweest. Sinds ik baby ben, heeft mijn moeder me al meegenomen naar de kerk. Maar toen ik ongeveer... ik had zelf nooit echt een keuze voor God gemaakt. Ik vond het zelf ook best wel afstandelijk, het geloof. Dus ik ging er wel heen en ik kende al de Bijbelverhalen, maar ik deed er niks mee. En ik kan heel goed herinneren dat toen ik 15 jaar was, dat ik een keertje alleen op mijn kamer zat en dat ik me zo verdrietig voelde en dat ik me zo alleen voelde. En dat ik echt moest terugdenken aan wat ik had geleerd op de zondagschool. En dat je een keuze kon maken voor Jezus. En toen heb ik mijn Bijbel gepakt. En toen ben ik zelf gaan bidden. En ik weet, ja, sindsdien is Jezus in mijn leven. Toen ervoer je ook echt wat? Ervaarde je? Ja, enorme rust. Ja, ik kan het zelf niet zo goed omschrijven. Ja? Maar op dat moment ervaarde ik enorm veel rust. Ik merkte... dat ik gewoon ook verlangen had om God beter te leren kennen. Ja, voorheen was het iets wat voor mij gewoon... dat hoorde gewoon bij het leven. Dat is gewoon een soort item in je leven. Maar ik merkte vanaf toen dat het echt deel werd van mijn leven. Super, super. Toen was je dus tiener. Ja. En hoe belangrijk is het dat je als tiener God leert kennen? Zo. Ja. Ja, nee, super belangrijk. Ja. Nou ja, wat ik zeg. Ik heb Joza bijvoorbeeld ook hier in de jeugdgroep leren kennen. Dat is wel een leuk grapje, want dat mag ik niet maken. Dat jawel. Weet u zeker? Jawel, kan je niet meer terug. Nou wil iedereen weten. Nou, Joza was eigenlijk tienerleider. En ik was nog een van de tieners. Oh, en het is verboden. Dat is, dat ga ik het uitleggen. Dat leiders dus, gaan lopen chansen met de... Tieners, nee. Dus Joza, die vond me gewoon een leuk meisje. Maar dat deed hij een beetje subtiel. Subtiel. Want hij mocht natuurlijk niet echt laten weten dat hij me leuk vond. Want als onze leider daarachter zou komen, of u, had hij een groot probleem gehad. Dus hij ging heel subtiel. En toen ging hij wachten totdat ik uiteindelijk ouder was. En dat duurde al heel lang. En iedereen om ons heen die begon er al over. Van, zijn jullie niet wat? Nee, ik ben nog te jong, En toen... was ik eindelijk op leeftijd. 18 jaar. En op toen leeftijd, mocht ik eindelijk mochten we toen daten. Maar dat had vooral te maken ook omdat we dat heel belangrijk vonden. En ik moet zeggen dat toen ik 16 jaar was, dat ik ook niet echt klaar voor was. Dus dat was echt heel goed. Heel goed, heel goed. Nou, je hebt alweer genoeg verteld. Dankjewel, Chelsea. Geef me een applaus. Hey, over tieners gesproken. We gaan even naar highlight kijken van afgelopen vrijdag. En Melissa, zeg ik het goed? Marissa? Marissa, die gaat zo meteen even vertellen. Maar we gaan eerst even, waarom dit belangrijk is. Tieneravond, afgelopen vrijdag, Young and Free. En we kregen een highlight filmpje. Nou, dat spettert er werkelijk alle kanten. Dus kijk even met me mee. Hoe belangrijk het is dat we tieners helpen om God te leren kennen. Heb je net nog gehoord. Laat even kijken. That a brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Oh, yeah. Kom even.
En dat ziet er wel ontzettend gaaf uit. Als ik tieners zou hebben, zou ik zo dankbaar zijn dat ze hier naartoe kunnen. En je hoort net van Chelsea, we gaan ook even van jou horen. Dat ziet er super uit, hè? Hoe heet je ook weer? Marissa, waar ben je geboren? Den Haag. Ja, dat dachten we al. Maar ergens in het voorgeslacht zit er iets. Oh ja, ik ben half Colombiaans. Colombiaans, wauw. Nog meer Colombianen, Zuid-Amerikanen hier. Hey, hoe was het? Vrijdag was echt superleuk. Er waren meer dan 100 tieners aanwezig voor de eerste keer. Dat is ook echt super gaaf. Yeah. Dat er zoveel mensen kunnen komen. Yeah. En ook CLC Breda was er voor de eerste keer, de tieners. Oh, gaaf. Yeah. Dus dat zorgde ook voor een boost. Ja. Yeah. Yeah. En ja, we hadden een gaaf woord van Lydia en van Demi. Oh, yes. Dus die hartstikke leerzaam. We hebben het ook heel erg naar ons zin gehad. Ja. Een gave worship van het worshipteam. En ook, ja, er waren donuts. Ik bedoel, Waren donuts. Ja. Wie wilt er nou geen donuts? Ja. Dus was er iets wat jou persoonlijk aansprak op die avond? Ga je naar huis met iets moois? Ja. Het is ook, zeg maar, dat je dan het woord hoort. Bijvoorbeeld, ik zit dan in het examenjaar. En als je dan hoort hoe belangrijk de kerk eigenlijk is. En dan ben je echt gemotiveerd. Zo van, ja, ik ga gewoon elke zondag komen. En dat lukt nu tot nu toe. Oh, ja. Heel goed. Dankjewel. Ja. En wat doe je voor studie? Oh, 6 VWO. 6 VWO. Wat ga je daarna doen? Maar je gaat natuurlijk slagen dit jaar. Ja, ik ga slagen. Dat is mooi. Ik denk Unie. Ja. En dan rechten waarschijnlijk. Rechten. Ja. Succes. Dankjewel. Ik loop ook even die kant op, want Ronald Overdijk is jarig. En die ga ik toch eventjes in het zonnetje zetten. Ja. Ronald, helemaal. Ik had je al gefeliciteerd. Draai even een rondje, ziet iedereen, dit is Ronald. Waarom is zonder Ronald hadden we geen internet hier. Jij hebt heel veel uren gestopt in internet en al die dingen. Ja, maar we doen het niet alleen in mijn eentje. We hebben een team. Ja. En ik heb niet alle credits nemen natuurlijk. Nee, dat snap ik. Maar wel ja, daar gaan wat uurtjes in zitten. Ja. Wel heel keer gebeld, toch? Ja. Storing, doet het niet. Ja, helaas hebben we ook wel storing. Dus dat moet het opgelost worden. En dat gaat niet altijd in normale uurtjes. Nee, hè? Nee. Hey, dankjewel daarvoor. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik weet niet of de catering mee. Heb je een broodje worst? Veel lekker? Altijd. Lekker. Twee broodjes worst? Nou, we gaan niet overdrijven. Of we gaan niet overdrijven. Nee, één broodje worst en een cappuccino? Oh, helemaal goed. Gratis? Gratis. Niet in de rij staan, maar voorkruipen. Oh, afgesproken? Lekker. Ja, is goed. Oké, hoogste tijd om een beetje serieus aan het werk te gaan. Hier. Misschien was het je niet opgevallen. We hebben al gebeden voor de preek, hè? Jawel, dat deed ik net. Dat heb ik niet gehoord, Marijke. Marijke zei nee, de Heer helpt Marijke dat zij ook haar hart opent, zoals we allemaal net al gedaan hebben, toen we aan het bidden waren daarvoor. Sorry. Ik had ze gelukkig tegen. Mathilde is inderdaad in Rotterdam en Tabitha is in Assen en Erik en Hanna zijn in Tilburg en wij zijn hier. Zo is dat. En daar ben ik blij mee. Goed om jullie allemaal te zien. Ik wil graag even iets laten zien op het scherm. Een fotootje van onze koningin Maxima. Die was een paar dagen geleden. Ja, daar is ze. Zoals je misschien weet is zij nu geveld door wat ziekte, maagproblemen, iets. En moet ze rustig aan doen. Haar laatste bezoek was deze, een paar dagen geleden. Werkbezoek. En misschien wel een van de zwaarste werkbezoeken van de afgelopen tijd. Zij bezocht namelijk de stichting 113... en hoe heet die precies? Zelfmoordpreventie. En je weet misschien dat haar eigen zusje van 33 niet lang geleden uit het leven is gestapt. En dat moet dus voor haar heel confronterend eigenlijk zijn geweest. Deze stichting probeert mensen te helpen met gesprekken, met apps, om mensen die in een depressie zitten, mensen die het moeilijk hebben om ze te helpen, mensen die misschien zelfs overwegen om uit het leven te stappen. Deze stichting helpt ze om te praten erover. En hoe kostbaar is het dat Maxima daar is geweest. En wat nou zo bijzonder was, deze stichting bestaat 10 jaar. En dat vierden ze.
in hoeverre vier je zoiets. Maar, en ze waren dankbaar dat onze koningin zelf daar naartoe is gekomen. En zoals mijn team weet, is de planning van de preken, de onderwerpen, eigenlijk vaak al een heel eind van tevoren staat dat vast, de onderwerpen die we doen. En hoe bijzonder is het, vandaag wilde ik spreken over hoe ga je om met depressiviteit. En zelfs ook dat stukje van zelfmoordgedachtes of zelfdoding, hoe ga je daarmee om? En wat zegt God daarover? Hoe kan je elkaar helpen als je daarmee worstelt? En hoe bijzonder is het dat ik de krant opensloeg een paar dagen geleden en precies dus dit weekend haar laatste werkbezoek was, voorlopig even, om deze stichting te ondersteunen. Ik geloof dat God iets wil aangeven deze dagen. En daarom wil ik met je delen over hoe gaan we om met depressiviteit, wat gebeurt daar. En dan wil ik om... je kent mijn verhaal misschien, als je hier wat langer bent, dan ken je het zeker. Ik heb er zelf mee geworsteld toen ik 18 was als student in Utrecht. En ik wilde een eind aan mijn leven maken. Ik kende God niet, ik had het zwaar, moeilijk, eenzaam, van alles. En ik dacht echt, ik stop ermee. En gelukkig... waren er christelijke studenten van de Navigator Studentenvereniging die mij hebben geholpen en heel veel tijd in mij gestopt hebben in gesprekken. En na anderhalf jaar heb ik het gebed gebeden om de Heer te ontvangen in mijn leven. En God heeft zo'n groot verschil gebracht in mijn leven. Van zwaar depressief, suïcidaal, naar eigenlijk, tot mijn grote verrassing zelf, vreugde, vrede, zin in het leven. Soms doet God een wonder in een moment, soms is het een proces. Bij mij deed hij toen echt in één moment, één kort gebedje en God was daar. Dat is heel, heel bijzonder. Maar ik ben er geweest en ik weet wat het is, ik weet hoe het voelt en ik kan meeleven met mensen die ermee worstelen. En om je één ding wat heel erg kan helpen om je te laten tonen, zeg maar, om te tonen, je bent niet de enige. Je bent absoluut niet de enige. Er zijn zoveel mensen die worstelen met depressiviteit en zelfs dus ook met gedachten om uit het leven te stappen. Ik wil je een paar cijfers geven over Nederland om te laten zien, ook hoe serieus het is, maar ook dat je echt niet de enige bent die daarmee worstelt. Het gekke is als je zegt, ik heb de griep, dan zal iedereen zeggen, oké, nou dat is triest voor je. Dat is heel normaal om de griep te hebben. Het gekke is als je zegt, ik ben depressief. Ik wil, soms heb ik wel eens de neiging om ermee te stoppen. Dan denken mensen zo, dat is wel heel raar. Nou, het is niet zo raar. Dat laten deze cijfers zien die ik hier heb. En het zou zo mooi zijn als je zegt, het is ook normaal. Het is normaal, er zijn zoveel mensen die worstelen met depressiviteit. En je bent niet afwijkend of raar of vreemd of zoiets. En daar gaan deze cijfers bij helpen. Om te begrijpen dat er zoveel mensen zijn die daarmee worstelen. In Nederland hebben we het ongeveer 5 mensen per dag die uit het leven stappen. En 1300 denken daar dagelijks aan. Er zijn er 5 die vandaag gemiddeld per dag er echt een eind aan maken. En nog 1300 mensen elke dag dus denken er serieus over na. 8% van 12 jaar of ouder is wel eens depri geweest. Of is het nu? Dan praat je over ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland. Overigens is het 1 op de 10 mensen bij de leeftijd van 40 tot 50 jaar. Het is niet alleen bij jonge mensen. Soms wordt dat gedacht, maar ook juist die leeftijd, zo vanaf 40, bij wat ouderen komt het ook heel veel voor. 1 op de 5 mensen is depressief of het ooit wel is geweest. 1 op de 5. Dus als we hier met 400 mensen zitten, zeg maar even zo, dan kan je invullen hoeveel mensen er worstelen of daar zijn geweest. En misschien een soort disclaimer. Als jij zegt, ik heb er zelf gelukkig geen last van, nou, prijs God, dat is heel mooi. Maar ik weet zeker dat er mensen in jouw directe omgeving zijn die er wel mee worstelen. En misschien dat dit verhaal wat we nu doen jou kan helpen om in ieder geval om andere mensen te kunnen helpen, te kunnen begrijpen, meer begrip te hebben. Want het is een grote nood en je wil als kerk iets kunnen betekenen en daarover kunnen praten.
Een van de dingen, als ik zeg, ik zei het net, ik heb de griep, is heel normaal. Ik ben depressief, dan weten we niet precies wat we moeten zeggen. Laten we met elkaar vanaf vandaag het stigma er helemaal vanaf halen. Het is gewoon normaal. We schrikken er niet van als je het zegt. Je bent een van de honderden, alleen al. Een op de vijf is er geweest of gaat het meemaken. Laten we dat eraf halen. Gewoon van, oké. En hoe kunnen we je helpen? En daar ga ik zo meteen natuurlijk proberen iets over te zeggen. Ik ben geen therapeut. Ik ben iemand die het woord van de Heer brengt. Dus ik kan laten zien hoe de situatie is en daarna kijken naar wat Gods woord erover zegt. Maar het is zo belangrijk dat je dat alvast eraf haalt. De deksel, het stigma, eraf. Sommige mensen hebben de griep, sommigen zijn depressief. En we proberen ze allebei te helpen. Is dat oké? Ik weet dat in mijn leven zou dat heel erg geholpen hebben. Ik had allerlei mensen die wisten niet wat ze moesten zeggen om me heen. Mijn ouders, mijn vrienden. Moeilijk hoor, moeilijk. En dan wordt het nog erger. Dan wordt het echt erg. Want dan denk je, ik ben de enige, lijkt het wel, dus dat is niet waar. En ik kan met niemand praten en ze kijken me allemaal aan of ik niet helemaal normaal ben. Dat wil ik met een grote zwaai van tafel in CLC, hier in Den Haag. En dat zou al heel erg helpen. Oké, dus gemiddeld, ik ga er even een beetje doorheen. De duur van de depressie, sommige duren wat langer, sommige wat korter. Ongeveer 50% herstelt binnen 3 maanden. 30% zit tussen de 6 en de 12 maanden, dus duurt het iets langer. En 20% van mensen die depressief zijn chronisch. Dat betekent dat meer dan 2 jaar dat ze. En dan heb je, als je dat herkent, heb je hulp nodig gewoon en zoek het. Misschien medicatie kan heel erg goed helpen. Het kan eenmalig zijn, het kan terugkerend zijn. De helft van de mensen die ooit een depressie hebben gehad, krijgt het nog meerdere keren terug. Gemiddeld 7 of 8 keer in hun leven dat ze het terugkrijgen. De stichting die ik net noemde, stichting 113 Zelfmoordpreventie. Onthoud het goed. Je hebt 112 voor de ambulance en de brandweer, spoedeisende hulp. Je hebt 113 voor de andere spoedeisende hulp als je een beetje in de knoop zit met jezelf. Je kan naar de website www.113.nl. Je kan ze bellen. Ze doen 50.000 gesprekken per jaar. 50.000 per jaar. Er zijn ruim 200 vrijwilligers die daar werken, die getraind zijn om mensen te helpen in een gesprek te komen. Wat mensen helpt die de weg eruit eigenlijk even niet meer zien. Ze zijn er voor je. Ik hoop, als je daarmee worstelt met depressiviteit of zelfs met gedachten om uit het leven te stappen, dat je daar over praat met iemand. We zullen zo meteen nog een keer zien hoe belangrijk dat is. Maar dat je erover praat. Loop er niet alleen mee rond. Ik hoop misschien je connectleider. Misschien een goede vriend of vriendin. Maar ik beloof je, gedeelde smart is halve smart. Echt waar. Toen ik probeerde met mijn ouders erover te praten, die dachten hij is gek. Ik had het met mijn vrienden erover, die dachten dat is niet, hij spoort niet helemaal. En toen kwam ik bij de navigators. Sommigen kennen dit verhaal 20 keer, maar het is mijn levensverhaal. En ik heb steeds meer het gevoel dat de Heer zei, Erel, dat is niet voor niks geweest. Let your test turn into a testimony. Laat jouw verhaal, kan je andere mensen mee helpen. En mensen, kinderen, wat een opluchting. Toen de navigators zei, oh ja, oké, ja, nee, er zijn veel mensen die daarmee worstelen. Ook veel studenten, oh ja, ja. Heel normaal die vragen. Waarom leef ik? Waarom zijn. Heel normaal. Jullie vinden dat heel. Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn de levensvragen. Ja, nee, goed dat je daarmee komt. Nou, er viel bij mij echt 1000 kilo van mijn schouders af. Ik had mensen gevonden die echt met interesse luisterden naar mijn verhaal. Ik was helemaal niet raar. Ik was gewoon een van de velen die dat meemaken. En natuurlijk hadden ze een oplossing. En daar was ik in het begin niet zo van overtuigd, want dat kwam later. Maar hoe belangrijk is het dat je erover praat? En dat, ik beloof je, gedeelde smart is halve smart. Niet mee rondlopen. Ik hoop iemand hier in de kerk, een goede vriend, vriendin. Als je het allemaal eng vindt, dan hoop ik dat je die stichting belt. 113. Ze hebben een website, een app. Je kan met ze appen en chatten. Maar lopen niet alleen mee rond. Is dat oké? Je hoeft geen ja te knikken, maar ik vertrouw dat je proeft dat het goed is.
Je weet je kenmerken, je slaapt niet meer, je eet niet meer. Ik kan nog herinneren, ik dacht, ja, wat vind ik eigenlijk lekker om te eten? Ik heb helemaal nergens trek in. Je kan niet meer genieten, je herkent het allemaal. En als christen is er een grote spanning tussen God geloven en twijfel. En als christen, ook weet je, Pastor Chris Hodges, misschien ken je hem van de Church of the Highlands, waar de Growth Track vandaan komt en waar wat materiaal wat we gebruiken hier. Hij heeft een hele grote kerk. Niet zo heel lang geleden, een paar jaar nog maar geleden, heeft hij een tijd lang geworsteld met zware depressiviteit. Dat hij zei, je gaat geen eind aan je leven maken. Je bent voorganger. Je hebt een grote, een van de grootste kerken in Amerika inmiddels. Je ziet Gods hand en toch, er was iets hier. En misschien ken je Rick Warren van Doelgericht Leven. Ook een hele grote baptistenkerk in Amerika. Ook een van de grootste. En hun zoontje is uit het leven gestapt. Hoe verdrietig is dat? Je kent misschien Paulus die zei, ik vrees voor mijn eigen leven. Ik weet niet of ik dit... Er zijn momenten geweest dat ik dacht, dit hou ik niet meer vol. En om maar te laten weten, je bent niet gek of raar. Het is oké om af en toe niet helemaal oké in je vel te zitten. Is dat oké? Ik ben geen therapeut, zoals ik al zei. Ik raad je aan om als je merkt dat het wat hardnekkiger is, om wel iemand op te zoeken die erover met je echt ook professioneel kan helpen. Maar wat ik wel kan doen is je bemoedigen met een paar dingen die we in het woord van de Heer vinden. Is dat oké? Ik ben een spreker, ik ben een herder van de kerk. Wat ik wel kan doen, ik ben geen therapeut, maar ik kan je wel bemoedigen met Gods woord. We beginnen even in Jeremia. Misschien hebben we wel gehoord, er is een heel boek, God begrijpt je. God begrijpt jou helemaal als je worstelt met depressiviteit. En misschien zelfs wel de gedachten om uit het leven te stappen. Maar God begrijpt je. Hij heeft een heel boek geschreven. Een heel boek. Klaagliederen heet dat dan ook. Over depressiviteit. Hij nam de moeite om jou en mij te laten weten. Dit is waar mensen doorheen gaan. En God is erbij en hij wil je helpen daarbij. Nou was het notabene de grote profeet Jeremia. Niet de eerste, de beste. Jeremia, een man van God die zo depressief was. Hoofdstukken lang. Want klaaglieder is geschreven door Jeremia. Hoofdstukken lang. En we gaan kijken het moment eigenlijk hoe hij dat beschrijft. En ook hoe daar een ommekeer kwam. Ik lees hem eerst in de Nieuwe Bijbelvertaling en daarna in de Message. Omdat hij in de Message zo mooi is. Toen ik mij zat voor te bereiden, ook gisteren weer. Ik hou ervan om op het balkonnetje te zitten bij onze dakterras. Heel Bijbels, hè, als dakterras. De apostelen gingen er ook zitten en dan ging God spreken. Wordt een beetje koud langs wat op het dakterras, maar ik probeer het. En ik heb deze uit de Message gisteren een aantal keer gelezen. Ook twee keer hardop. Wat is dit? Mooie taal. Wat begrijpt God je goed? En wat is er ook hoop in hem? Dus dat in de Message. Eerst even voor de Nederlandse context. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Moet je kijken hoe dat wordt beschreven. Ik weet niet meer wat geluk is. Ik denk verdwenen is mijn glans. En dit is een hele bittere vervlogen mijn hoop op de Heer. Als je het gevoel hebt, God doet niks. Ik heb 100.000 keer gebeden. Ik ken dat. Hoe zit dat nou? En die allemaal wel. Laat ik je een tip geven. Facebook helpt niet. Want op Facebook staat altijd hoe fantastisch iedereen het heeft. En jij denkt bij jezelf... Wat is er mis met mij? Die heeft vakantiezus, die heeft vakantiezo, die hebben een nog grotere keuken, nog mooiere auto enzovoort, motorfiets, van alles komt er voorbij op Facebook. En jij kan denken, wat is er fout met mij? Ik heb dat allemaal niet. En toen hadden we gelukkig mijn schoonzoon Ruben. Hij heeft de trend doorbroken. Hij heeft op Facebook een ding gezet, of Instagram, stromende regen op mijn vakantie. En ik vind dit niet leuk. Heel goed, Ruben. Kijk, that's the real deal. Al die flauwekul over die vakantiefoto's, that's the real deal. Dat onthouden we als wij ook in de stromende regen zitten op vakantie. Toch? Toch? Oké. Verdwenen is mijn glas, vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan. Het awesome gif. Telkens als ik aan mijn lot overdenk, dat moet je even onthouden. Steeds als ik er weer over nadenk, over mijn lot, ben ik diep te neergeslagen. Ik ga het zo meteen in de Message ook weer zeggen, maar dat is
Wat je niet moet doen, Jeremia. Dat heet Jeremiëren. Steeds als ik aan mijn lot denk, ben ik diep te neergeslagen. Dat is een spiraal naar beneden. Als je loopt na het, ik weet hoe dat is. Als je geen hoop hebt en alleen, je bent alleen maar bezig hoe depressief je bent, hoe moeilijk je voelt, hoe rot je voelt, hoe ellendig en hoe niemand om je geeft. En het is een spiraal naar beneden. Steeds als je erover nadenkt, wordt het eigenlijk alleen maar erger, ben ik diep te neergeslagen. Toch staat er gelukkig, geef ik de hoop niet op, want hieraan hou ik vast. Genadig is de Heer, we zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Hier heb je die wonderlijke, ja, hoe zeg je dat? Aan de ene kant ben je zo depressief en zo terneergeslagen. En je teleurgesteld in God. Teleurgesteld. Dat je denkt, waarom gebeurt er niks? En aan de andere kant denk je, ja, maar het enige wat ik heb is God. Dat, ken je dat? Ik ken dat heel goed. Niet zo lang geleden had ik een visieteam. Dat zijn wat mannen. Zijn het alleen mannen? Ja, moment wel. Die komen af en toe bij elkaar. Dat zijn een soort spiegel voor mij. En feedback over het leiden van de kerk. En principes en tendensen. En dat zijn altijd heel inspirerende avonden waar we hard op nadenken. Wat zien we in de wereld rondom ons? Hoe kunnen we daar als kerk op inspelen? Enzovoort. En ik zat iets te delen over, dat stond niet op de agenda, over iets wat ik zelf op dat moment heel erg moeilijk vond. Niet over de kerk, niet over de kerk, echt privé. En ik begon spontaan te janken en niet een beetje. Echt, de waterlanders waren daar. En ik dacht, ze zullen wel denken. Maar ik hield het niet meer vol, ik hield het niet meer tegen. Het ging gewoon, en ze waren allemaal heel lief voor me. En ergens denk je, ah, man, dat is een soort van bevrijding dit of zo. Weet je, het is zo kostbaar als je een plek hebt waar dat kan. Dus dat mijn worsteling was op dat moment ook, ik vertrouw de Heer, ik geloof in de Heer, ik dien hem al meer dan 30 jaar. Maar waarom doet hij nou niks? Dat. Ik ken die strijd en soms kan dat zwaar zijn. Maar ja, het enige wat ik heb is de Heer. Toch? Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Het is goed om geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Wat een regel, hè? Stof likken, maar misschien is er hoop. Dat is hoe je je voelt, die tweestrijd van binnen. Ik voel me alsof ik stof zit te likken, maar ik wil me uitstrekken naar de hoop die God me geeft. Nou, in de Message vind ik hem nog mooier, dus ik wil hem ook nog even in het Engels daardoorheen. I gave up on life altogether. Ik was helemaal zat. I've forgotten what the good life is like. Ik ben helemaal vergeten wat het goede leven ook weer was. Ik zei tegen mezelf, this is it. I'm finished. Ik ben er helemaal klaar mee. God is a lost cause. De reden om voor God te leven. De reden. Cause betekent reden. Is weg. Als iemand tegen me zegt, ja, maar je moet voor de Heer leven. Het zegt me allemaal niks meer. Dat is waar hij zat. Jeremia, onze grote profeet. Je bent niet de enige. Je bent niet de enige. God nam de moeite om dit allemaal in zijn woord op te schrijven. Om jou en mij te bemoedigen als wij daar zitten. I will never forget the trouble, the utter lostness. The taste of ashes, the poison I have swallowed. Wat ik heb ingeslikt, alle ellende en gif. I remember it all. Oh, how well I remember the feeling of hitting the bottom. En dat was zijn probleem. Hij zat maar te herinneren. Die spiraal naar beneden. Oh, ik herinner me heel goed. Ik realiseer me heel goed. Ja, Jeremia, dat is ook een beetje je probleem. Zo kom je er niet uit. De spiraal naar beneden. Oh, how well I remember. Hoe goed ik mij realiseer. Hoe waardeloos ik in mijn lijf zit. En dat gaat je niet helpen. Maar Jeremia had het door en op een gegeven moment zegt hij, kijk, but there is one other thing I remember. Nog één ander ding wat ik ook herinner. And remembering that, als ik daaraan denk, I keep grip on hope. Er begint iets te veranderen waar je hoop vestigt op de Heer. Ik heb het nog niet over geloof.
Misschien denk je, je moet geloof je de Heer dat hij de depressiviteit wegneemt? Geloof je? Zijn moeilijke vragen, ze kunnen zelfs rotvragen zijn. Als mensen dat niet weten, dan kan je zo mee. Maar wat je wel kan vragen, heb je hoop? Je hoopt toch dat God iets doet? Ja, ik heb wel hoop, ja. Je hoopt dat God iets doet, toch? Ja, dat kan ik wel. Ja, ik kan hopen. En daar begon hij. En dat gaf bij hem de ommekeer. But there is one other thing. I keep a grip on hope. Ik ga hoop vastpakken als ik me dat herinner. God's loyal love couldn't have run out. Gods loyale liefde is niet op. Zijn genade, his merciful love couldn't have dried up. They are created new every morning. Zijn goedheid, zijn genade is niet opgedroogd. Het is elke morgen nieuw. Daar ga ik mijn hoop op vestigen. How great your faithfulness. I'm sticking with God. En dan staat er, I say it over and over. Ik hou me vast aan God. Die misschien wel door alles heen, teleurstelling in God, en toch hou ik me vast aan God. En ik zeg het steeds weer. I'm saying it over and over tegen jezelf, je ziel. Ergens zei David, mijn ziel, waarom ben je zo te neergeslagen? Hoop nog op God, zei hij letterlijk. Kan je nog herinneren? Dat had eigenlijk in deze preek moeten staan, die tekst ergens in de psalm. Waarom ben je zo te neer? Mijn ziel, hoop op de Heer. Zeg het tegen jezelf, wacht even. Deze spiraal gaat alleen maar naar beneden. Ik ga hopen in ieder geval dat God iets gaat doen. God proves the good man who patiently awaits. The woman who diligently seeks. Hij laat zien dat hij goed is aan degene die op hem wacht. It is a good thing to quietly hope. Quietly hope for help from God. Hoop op de Heer. Het gaat steeds over hoop. Richt je hoop op hem. It's a good thing when you're young to stick it out through the hard times. Als je jong bent, jonge mensen hier, hou vol in de moeilijke tijden. God is bezig met je. Hij houdt van je en hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. En soms ga je door moeilijke tijden heen. Maar het is zo goed. When life is heavy and hard to take, go off by yourself. Enter the silence. Zoek Gods aangezicht. Zoek hem als het leven moeilijk is. Bow in prayer. Buig neer in gebed. En dan staat er, don't ask questions. Want de vragen die je dan gaat stellen, waarom? Waarom voel ik dit? Waarom doet u niks? Waarom het gaat steeds erger? Die vragen ga je niet helpen. Ga gewoon naar de Heer toe. Heer, ik hoop op u. Ik hoop op u. Ik ga geen vragen stellen. Al die vragen heb ik al 100.000 keer gesteld in mezelf. Weet je nog de vorige keer, de fanfare in je hoofd? De fanfare doet het zijn melodietjes. Als je depressief bent, dan zijn er allerlei van die, Heer, nee, don't ask questions. Wait for hope to appear. Don't run from trouble, take it full face. Soms moet je niet wegrennen van allerlei situaties, maar zie het onder ogen. Zie het onder ogen, samen met iemand anders, samen met je connectleider of een goede vriend, wat ik al zei. Zie het onder ogen, dit is hoe ik erbij sta, dit is wat ik voel. Dit is, misschien weet je een beetje waar het door kwam, waar het begonnen is. En the worst is never the worst. Waarom? Because the master won't ever walk out and fail to return. Dit is zo'n mooie taal. Waarom? Omdat de meester, jij voelt dat God is weggelopen. De deur uit. En hij laat mij hier alleen. En dan zegt de Bijbel, hij zal nooit weglopen zonder ook weer terug te komen. Dat is je hoop. Hij komt terug. Hij laat je niet alleen. He will never fail to return. Een paar punten nog. Ik weet dat ik iets meer tijd neem. Mag dat? Ja, hè? Een paar punten praktisch om je te helpen. Hoe ga je ermee om? Nummer 1, niet steeds herinneren en ophalen hoe ellendig je eraan toe bent. Ik heb het uitgelegd net. Niet steeds ophalen. Elia wilde dood. Ik ga maar even wat sneller dat doorheen vanwege de tijd. Elia had 400 Baalpriesters vermoord. En er was grote opwekking gekomen in Israël. Iedereen wilde de Heer bedienen, het hele volk. En toen zei Izebel, de koningin, ik ga jou vermoorden. Binnen 24 uur ben jij dood. En wat gebeurt er dan? Dan rent hij weg. Hij is bang voor haar. En dan staat er hier in vers 3. Hij liet zijn knecht daarachter. En zelf ging hij de woestijn in. Zitten onder een boom. En wensen dat hij dood was. Dan staat hier dat hij mocht sterven. En zei, het is genoeg. Dit is een fout die hij maakte. Elia, je had juist mensen om je heen moeten hebben. Maar je stuurde ze weg, je liet je knecht achter en je ging in je eentje door. Nogmaals, dat gaat je nou net niet helpen. Om in je eentje in die woestijn te gaan zitten.
verderop gaat Elia in de grot zitten. En de Heer zegt, wat doe je hier, Elia? Nogmaals, dat gaat je niet helpen. Zoek iemand. En als je niemand kan vinden, probeer 113 of zo. Maar niet alleen. Want dan ben je zo kwetsbaar. Dus de Heer die zoekt hem op. En die zegt, wat doe je hier? En dan geeft hij hem eten en drinken en slaap. Gaat hij weer slapen. En dan wordt hij weer wakker gemaakt door de Heer. En dan geeft God hem nog een keer eten en drinken. Er is een seizoen waar je goed voor jezelf moet zorgen. Als je vermoeid bent en fysiek in een slechte conditie, dan wordt het veel moeilijker nog een depressiviteit te overwinnen. God wist dat. Zorg voor slaap als het lukt. Zorg voor eten en drinken. Zorg goed voor jezelf. Neem tijd van rust. En God gaat je opzoeken. En misschien ken je dat verhaal. God zei een paar keer, wat doe je hier, Elia? Kom naar buiten, kom naar buiten. En dan spreekt God. En dan eerst is er een harde wind. En daar is God niet in. Storm. En dan is er een aardbeving. Daar is God ook niet in. Ik denk dat hij wel de aandacht had van Elia. Elia die heeft misschien gezegd, ja, dat is nou precies wat ik van binnen voel. Storm en schudden. En toen was er vuur. En daar was God ook niet in. En toen kwam de zachte wind. De koele, zachte bries. En daar was Gods stem in. God wilde hem iets leren. Ik ben er nog steeds, Elia. Door de storm en de wind en het geschut kan je mijn stem niet horen. Maar als je tot rust komt bij mij, dan zal je mijn stem horen. En dan vraagt God weer, wat doe je hier? Hij veroordeelt niet, zie je dat? Hij vraagt alleen, wat doe je hier? Dan zegt hij, ik ben alleen overgebleven. We weten later in de Bijbel staat, nee, je bent niet alleen overgebleven. Er waren nog 7000 andere profeten die God dienen. Maar hij zegt, ik ben alleen overgebleven. En de Heer zegt, nee, sta op je voeten. Sta op je voeten en ik heb een opdracht voor je. Keer op je schreden terug, staat er dan. Ga en je zal die zalven en die aanstellen. Elia, ik heb nog een opdracht voor je. Hier zit zoveel les in. God zoekt jou op. Brengt je tot herstel. Zelfs ook in het natuurlijke. En dan zegt hij, kom naar buiten. Sta op je schreden. Kom op je schreden terug, staat er in de MBG, de ouderwetse vertaling. En sta op je voeten en ik heb nog een opdracht voor je. Alleen maar thuis zitten te zitten in je eenzaam, stil, alleen. Gaat niet helpen. Gaat niet helpen. Soms kom je wel eens iemand tegen. En ik snap je wel. Ik zeg het niet met veroordeling. Maar ja, ik ben een tijdje niet in de kerk geweest. Ik was een beetje depressief. Je hebt ons juist nodig. We hebben elkaar nodig. Je hebt een paar goede vrienden nodig. Die niet in de eenzaamheid. Elia maakte die fout ook. En God zegt, kom naar buiten. Sta op je voeten en ik heb nog een opdracht voor je. Ik wil je gebruiken. Er zijn mensen die van jou houden. En er zijn mensen die jou nodig hebben. Dat moest ik echt, ik geloofde dat niet. Toen ik net op bekering kwam en toen ik net, nou, niemand, toen ik ze nodig had, niemand snapte mezelf. Hoe bedoel je ze houden van me? Iemand mij nodig? Man, ik was één wrak emotioneel. Wie zou mij nou nodig hebben? En God herstelt me. En kijk wat ik mag doen in zijn genade. Dus de Heer die wil je helpen. En nummer 2, praat erover. Praat erover. Ik heb het al gezegd. Het is zo belangrijk. Zoek een luisterend oor. We hebben die stichting genoemd, 113.nl. Praat erover. Niet in je eentje. Het is te zwaar. Depressiviteit en zeker de gedachte van zelfmoord is te zwaar om alleen te dragen. Er zijn mensen die je graag willen helpen. En nogmaals, jouw connectleider of wie dan ook. We zijn geen experts, we zijn geen therapeut. Maar wat we kunnen doen is naar je luisteren en samen met je bidden. Samen met je bidden. Neem Gods beloftes. Nummer 3, dat is zo belangrijk. In Psalm 71, neem Gods beloftes. Psalm 71, vers 14. As for me, I will always have hope. As for me, I will always have hope. Het heeft mij zo geholpen. Ik weet niet, ik denk dat langzamerhand heb ik het 20 keer. Maar er is zo'n strijd over geloof, geloof. Geloof je het, Eerd? Geloof je het? Nou, ik hoop het wel. Ja, hoop. Ja, maar hoop is voor de Heer heel belangrijk. Dat je contactpunt, je connectie. Ik kan wel hopen. Ik bepaal waar ik mijn hoop op vestig. Dat kan ik wel. En als ik dan de Heer zie en dingen begint te werken, begint geloof te groeien. As for me, I will always have hope. In Psalm 71. En de laatste van vandaag, Jacobus 5, vers 16. En dan staat het zo, beleid elkaar uw zonden. Misschien kan je hier zeggen, beleid, vertel elkaar je strijd, je moeites, je zwaktes. En bid voor elkaar, zodat je genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, er zit veel kracht in.
Ik hoop dat in connectgroepen, ik hoop dat in kleine settings, dat er genoeg veiligheid is. Om te zeggen, je hoeft niet alles te vertellen in een hele groep. Maar ik herkende mezelf heel erg afgelopen zondag. Dat weten we genoeg. En ik beloof je, als je een groep hebt van 12, 15 mensen, op een connectgroep of zo, een wat grotere groep, dan ben je niet de enige. Ik beloof het je. Je bent misschien de eerste die zijn hand opsteekt. Ik herkende veel afgelopen zondag. Ik weet zeker dat er nog een paar zullen zeggen. Nou, ik eigenlijk ook. Ik ben er geweest, of ik zit er nu. Of ik ken mensen die er heel erg mee worstelen. Iemand zei in de pauze, ik ga gewoon uw preek, de link van uw preek sturen naar een collega die dit nodig heeft. Die zo worstelt met dit. Hoe mooi zou het zijn als je in een groep kan vertellen, kan praten over elkaars zwaktes, over elkaars strijd en overwinning. Misschien is er iemand die er geweest is, die eruit is gekomen en zegt, mag ik voor je bidden? Mag ik voor je bidden? Want ik weet dat God wil en kan helpen. Ik heb het meegemaakt. Ik ben eruit gekomen. Wil die ook voor jou doen? Hoe kostbaar zijn zulke momenten in een connectgroep? Laatste verhaaltje en dan ga ik bidden. Dan nemen we een paar minuten de tijd om de Heer te laten werken. Laatste verhaal uit het navigatorstijd. De studenten. God had een groot wonder in mijn leven gedaan. En er was een andere jongen, een andere student. Dat was een hele goede schaker. Hij zat de hele dag te schaken. Iedereen wilde tot diep in de nacht. Dat was heel goed. Maar we maakten ons zorgen over hem. Hij worstelde enorm met depressiviteit. Iedereen wist het. Hij is altijd heel somber. Hij is altijd heel... We waren bang dat hij misschien een keer uit het leven zou stappen. En ik zei, ik was natuurlijk helemaal enthousiast wat God had gedaan in mijn leven. Ik zei, mag ik voor hem bidden? Hij heeft de Heilige Geest nodig. En daar ga ik zo meteen ook voor bidden voor jullie. Hij heeft de Heilige Geest nodig. Want die geeft vreugde en vrede en hoop en leven. Ik zei, ik wil voor hem bidden. Maar ik wil met handoplegging doen. Ik wil echt dat hij de Heilige Geest... En toen zeiden ze, ja, wij hebben een achterban van de navigators, die geven de giften en zo. Die zijn niet zo van de handoplegging. Dan krijgen we vragen als je dat gaat doen. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Dit verhaal is ook heel lang geleden. Dus dat kan eigenlijk niet. Ik zei, oké, hoe laat is de avond afgelopen? Officiële navigatoravond afgelopen. 10:00. Dan ga ik om 9:55 met hem bidden. Onder handoplegging. Want hier had ik echt het gevoel, bij hem moet dat gewoon echt gebeuren. Niet lang, maar krachtig. En wie erbij wil zijn, mag erbij zijn. Iedereen bleef. Ik zei, hoe zit het met je achterban? Dus die weet dat jij hier... Dus ik leg de handen op die jongen. Een kort gebed. Heer, geef hem de Heilige Geest. Vul hem met uw vreugde, vrede. Alles wat u voor mij heeft gedaan, doe het voor hem. En de volgende dag was hij veranderd. Hij was veranderd. Hij liep door, ze hadden een studentenhuis waar ze allemaal woonden. Dit is allemaal in Utrecht natuurlijk in mijn studententijd. Hij liep te zingen in het huis en zei, wat is er met die jongen gebeurd? Ik zei, dat is de kracht van de Heilige Geest. En ik wil gaan bidden nu. En ik wil de Heer geloven samen met jou dat hij iets doet. Voor degene die dit aanspreekt. Want God houdt van je. Hij snapt je. Hij heeft geprobeerd te beschrijven. Nou, niet geprobeerd, hij is perfect. Hij heeft beschreven in zijn Bijbel. In zijn woord aan ons. Wat het is om depressief te zijn. Elia was het, niet de eerste de beste. Jeremia was het. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer verhalen in de Bijbel te vinden. Je bent niet raar, je bent niet vreemd, je bent niet gek. God veroordeelt je niet. Maar hij wil je helpen. En hij kan je helpen. Hij zal je helpen. Mijn hoop is op de Heer als ik dit gebed ga bidden. Voor iedereen waar het voor is. Laat onze ogen even dicht doen. Vader, dank u wel. Dat we in uw huis kwetsbaar mogen zijn. Open. Dank u wel voor uw goedheid, Heer. Dank u wel dat u van ons houdt en ons begrijpt. Dank u wel dat u iedereen hier kent. En ik wil u vragen, Heilige Geest, om hetzelfde te doen wat u voor mij heeft gedaan. Die doorbraak door de depressiviteit heen. Voor iedereen hier die ermee worstelt. Iedereen die meekijkt op livestream. Al uw kostbare zonen en dochters. Heer, breek door met uw vreugde, met vrede, met hoop. Heer, we leggen die fanfare, het zwijgen op. Al die duistere stemmen. Al die stemmen die niet van u zijn. We leggen ze het zwijgen op. En we bidden, Heer, onze hoop is op u. Ik wil u vragen, Heilige Geest, om te komen meer en meer op dit moment met uw kracht.
met uw vrede, met uw vreugde, met uw hoop. In ieder die dat nodig heeft op dit moment. Kom, Heilige Geest, en geef wat u alleen kan geven. Vervulling, vrede, leven, een toekomst, eigenwaarde. We zijn geliefd. We zijn kostbaar in uw oog. Een eind aan het leven maken. Sommige mensen denken dat is het eind aan mijn pijn. Dan stopt eindelijk die pijn. Maar dat is niet het antwoord op je pijn. Gods vrede, Gods genezing, Gods herstel is het antwoord op je pijn. Ik wil u zo vragen om dat te geven. Niet alleen op dit moment, maar de komende dagen, weken. Dat u doorgaat met ons herstellen. En op onze voeten zetten. In Jezus' naam. Dank u, Heilige Geest, voor uw liefde. Voor uw goedheid.